Welkom terug bij Jumpettable Gaming. Vandaag gaan we etappe 4 doen, nadat we etappe 3 hebben gewonnen. We krijgen nu een vlakke etappe. Nog niet de tijdrit, die is daarna. We hebben behoorlijk wat geld gewonnen. Heel veel geld zelfs. Kijk, we zitten nu in totaal op 23.000. Volgens mij is dat best wel een redelijk vlakke etappe. Alleen wat colletjes aan het begin en derde categorie overwegen. Dus ik verwacht een massasprint. Dus ik ga vandaag mijn geld zetten op Cavendish. Ik denk dat hij gewoon mee kan over die colletjes. En mijn tactiek vandaag is een beetje anders dan normaal. Normaal probeer ik in de ontsnapping te zitten, maar vandaag niet. Als er een ontsnapping komt, dan hoop ik dat er niet al te veel mensen zijn. En dan probeer ik gewoon... Ja, Cavendish is... En Bosenhagen behoren tot favorieten. Ik begin vooraan. En dus Richie Port, die nu vlak achter me zit. Hij heeft de gele trui nu. En ik weet niet waarom ik vooraan fiets. Maar ja, dus ik hoop dat als er een ontsnapping komt. Want dit is een ontsnapping. Ik ruik dit wel even dicht. Waarom moet ik alles doen? Ik bedoel, het is niet zo heel moeilijk. En dan probeer ik gewoon bij de colletjes vooraan het peloton te zitten. Om nog, ja, misschien gaat het maar om 1 à 2 punten. Kijk, als het zoveel mensen zijn. Want vandaag zijn er te weinig punten te verdienen. Dus... Daarom wil ik niet graag in de ontsnapping zitten. Het gaat echt in een slakkentempo hier. Ik weet niet wat hier aan de hand is. Maar rijdt Cavendish, zie je het zo. Gilbert. Voor het eerst niet in het geel, maar vandaag wel in het groen. Het is wel een lange aanloop naar die eerste call. Ik laat Sivtsov, die laat ik Cavendish beschermen. En datzelfde laat ik Rogers doen. Ik zit wel weer achteraan. Ik bedoel, het tempo is nou niet fantastisch. Ja, Cavendish. Ja, ik kan er maar één. Nee. Wacht. Zag ik daar een gele trui in de verte? Of rijdt hij? Daar rijdt hij gewoon. Kijk, het zijn best wel veel mensen, maar ze rijden nou niet echt heel ver. Vooruit. Hier rijdt Rogers. Wel zijn het er? Het zijn er 4, 5, 7, 9, 10. Zijn er voor peloton, dus ik hoef niet te proberen. Het zijn ook niet de mannen waar ik me zorgen voor moet maken. Nee, niemand staat in de top 5.
Misschien Trofimov. Nee, niemand. Xablingi zit er niet bij. Dus ik blijf gewoon lekker rustig. Een beetje rustetappe wordt het voor Koeran. Zodat hij vol goede moed aan de bergetappes kan beginnen. Wat ik al eerder zei, een van die twee etappes ga ik uitkiezen om proberen aan te vallen. En ik denk dat het de eerste gaat worden. Want ik denk bij de tweede zal die eerste bergetappe is heel zwaar. En dan zal die daar sowieso moe van worden. Dus dan heeft hij in de tweede etappe minder energie. En als hij gewoon in de eerste etappe veel punten pakt, want het zijn hoofdcategorie en buitencategorie noem je dat. En eerste categorie, dus kun je veel punten pakken. En dan hoef ik eigenlijk die laatste etappe weinig meer te doen. En is het belangrijkste gewoon dat Uran binnenkomt. Dat is een beetje mijn strategie. Morgen dus de tijdrit. 53 kilometer of zo. Ik denk dat ik daarmee opnieuw Bosan Haga ga kiezen. Omdat die heel goed is in tijdrijden. En omdat hij tiende staat in het klassement. En ik wil niet met Rogers. Ik bedoel, dat is toch iets veel druk. Misschien kies ik zelfs wel voor Wiggins. Maar ik denk dat Wiggins wel heel dichtbij kan komen. Dus, zoals de vorige keer, het ging de tijdrit niet geweldig. Dus, ik ga het waarschijnlijk wel proberen met Bosan Haga. Misschien komt er weer een bug, maar ik hoop het en ik denk het niet. En dan, ja, maar dan gaat wel het hele klassement gaat anders uitzien. Zeker na zo'n lange tijdrit. Het is wel bijna volledig vlak. Dus dat is dan weer een beetje gunstig. Maar ja, ik wil niet met Wiggins. Ik denk dat Wiggins echt die tijdrit kan gaan winnen. En ik denk als ik als Wiggins ga spelen dat het dan fout gaat. Dus dat is mijn plan. Ja, dit is natuurlijk wel een van de saaiere etappes in de Dauphiné. Ik heb trouwens wat beelden van Parijs-Nice gezien. En dat is dus echt meer voor de sprinters. Er zitten ook weg in, want bij Nice daar ongeveer zijn ook de Alpen. Maar daar heeft elke etappe ongeveer twee tussensprints. Dus dat vind ik wel interessant. Ja, dat is een totaal andere tour dan de Dauphiné. Dat wil ik wel proberen. En dan natuurlijk gewoon heel veel sprinters meenemen. Een echte sprintersploeg. Misschien neem ik wel Argos met Kito. In ieder geval groep met twee aardige sprinters. Dus dat wil ik wel gaan proberen. Ja, die voorsprong blijft minder dan een halve minuut. Dus daar maak ik me geen zorgen over. Misschien worden ze wel weer ingerekend voor de top van deze klim.
Maar ik ga niet voor 7 punten en daarna nog eens 5 punten. Ga ik niet alles geven. Ik heb gisteren alles gegeven. Oeran werd dus de derde, wat ik heel knap vond. Hij won zelfs nog 4 seconden op de andere mannen. Verloor 9 seconden op Poort en... Marcel de Mevel heet hij volgens mij in het echt. Ik weet het allemaal niet. Weer Verdrigo, die zit elke dag in de aanval. Maar elke aanval met Verdrigo mislukt volgens mij. Dus ja. Het is gewoon een beetje mee fietsen vandaag. It's not up to me to force the pace. Oh, wacht eens even. Ah, kan je zo iemand op kop krijgen? Volgens mij moet dat ding dan groen zijn. Of blauw. Maar het zijn allemaal rood. Bij iedereen is het rood. Ja, dat ging niet op. Oké, dat ga ik wel eens een keer proberen. Top van de berg op 5 kilometer. Het zijn wel veel mannen nu. 3 plus 2 plus 6. Plus 2 is 13. Maar ja, oh, er zijn 4 gelost. Quinata? Is dat Quintana? Ik weet het niet. Misschien. Maar dan zou ik het raar vinden dat hij gelost is. Het vorig jaar tweede in de Tour de France. En dit jaar doet dit jaar niet mee. Maar... ik weet niet, won hij de Giro? Volgens mij wel. Ja, oh ja, want hij... Giro was nogal bergachtig dit jaar, dus hij had dit jaar al zijn geld gezet op de Giro. Dat klinkt logisch. Toch even vragen hoe het met de Poort gaat naar gisteren. Oké. Prima, prima, prima. Ja, het zou prachtig zijn als we vandaag ook kunnen winnen. Natuurlijk wel een totaal andere overwinning zou het dan zijn vergeleken met gisteren. Ik zie bijna Skyrunners. Ik krijg maar een beetje achter de Poort aan. Dus gisteren zijn we erg goede vrienden. Zoals gezegd, we hebben alle truien, behalve de groene trui. Maar daar kunnen we nu wel een sprong mee maken met Cavendish. Natuurlijk zal ook Gilbert mee sprinten. Dus die moeten we echt verslaan, want sprint. Cavendish staat vijfde met 18 punten. Poort staat door die overwinning vierde. Gilbert staat eerst met 40 punten. Dus daar kunnen we niet eens aankomen. Ja, die gaan we niet pakken. Gilbert won natuurlijk de tijdrit. Daar kreeg hij al 20 punten voor. Hij won niet de tweede etappe, want die werd gewonnen door de Volder. Dus,
Ja, dit is gewoon een beetje uitfietsen. Het is wel een grote groep. 9 man, 2 man ervoor, 1 erachter. Maar ik geef ze geen kans eigenlijk van mij. Als je op de kaart kijkt, zie je nog een berg eigenlijk. Raar dat dat geen kool is, want dat ziet er nog behoorlijk uit. Tussen de tweede en de derde kool zit eigenlijk nog een kool. Maar dat zijn geen punten te verdienen. Maar het einde, ik zou zeggen de laatste, nou wat is het? 60, 70 kilometer is redelijk vlak. Dus daarin moet de tijd goed gemaakt worden. Waarom zijn Boson Hagen en Rogers zo moe? Raar dat het zo leeg is. Zitten ook achteraan in het peloton. Ik kan ook this section skippen. Misschien wel. Laat eens een session skippen. Oeran zit er nog goed bij. Kijk eens, Chartol pakt de punten. Ja, het maakt niks uit. Voor het klassement. Kijken wie hier de punten gaat halen. Oh, we missen wel die afdaling. Afdalingen zijn wel leuk om te doen. Bocentini. Ja, dit is 88 kilometer voor de finish, denk ik. Nee. Ja, 80 kilometer voor de finish. Hoe goed is hij in klimmen? Mountain segment. Het is niet geweldig. Volgens mij pakte hij in de Giro wel de bergtrein. Ik weet niet of dat dit jaar was. Port kan inderdaad ook redelijk klimmen. Rogers, vooral time trial. 76, Wiggins. 81 voor zijn hagen. 77. 73, oké. Okay. Ik ben aan het kijken wie nog goed kan klimmen. Voor zijn hagen niet zo heel goed. Sivtsov kan ook wel aardig klimmen. Ja, Kevin is niet. Ja, Froome kan goed klimmen. Oké, maar Froome een beetje een onzichtbare rol tot nu toe. Oké, er zijn een paar mensen wow! Holy hells! Wat is hiermee gebeurd? Cavendish! Oké. Wat? Het is een kwartier achterstand. Wow. Hoe is dat gebeurd? Hoe is Froome op een kwartier gereden? Helemaal achter in het peloton. Of nou ja, gewoon helemaal achterin. 176 van de 176. Ja, Poort zit er gewoon goed bij. Bolsonaro, oké, de klassementsmannen zitten er allemaal goed bij. Oeran natuurlijk voor de wegdrijf. Cool.
Ik weet het nu niet. Het is een derde categorie, dus ik ga proberen met Oeran wat puntjes te sprokkelen. Ik weet niet hoeveel mensen er voor ons uitrijden. Ik vraag me echt af hoe de... Oké. Hoe dit gebeurd is. Oké, we rijden 8 voorop, dus ik kan nog een paar puntjes pakken. Een groep van 46 rijden achteraan. Zitten de meer grote namen in? Ik ken ze allemaal niet. Maar ik vind dit wel bizar. Bijna 20 minuten op de voorste groep. Wie is dat? Boos van Hagen? Nee, die heeft een trui, de witte trui. Wie is dat? Dat is Rogers dan? Nee. Wie is dat? Ik weet niet wie dit is. Wiggins! Oh, die heeft natuurlijk een trui. Ja. Rogers zit er gewoon nog aan. Vroom. How are you feeling? This is Lopez. Or am I about the rest today? Oké, je voelt je fantastisch, maar je ligt al 20 minuten achterstand. En jij? Heb ik hier aan? Oké, kan je aanvallen? Maar je voelt je geweldig. Oh. Wie zit er allemaal in de kopgroep? Wening, Pietropoli, Chactono, Centini, Lemoine. Lorenzo, Simon en Federico. Toch even Federico. Die Texelse Federico. Waar is de gele trui? Dat vraag ik me nu ook al een beetje. Poort. Ik ga Poort opzoeken. Toch niks te doen. Daar is de groene trui. Jongens. Wel gemist. Oh, zit Poort in die laatste groep? Nee, zicht toch. Hij moet ergens zijn. Oh, zo'n haken. Ja, dat... Dat vind ik wel irritant, die witte trui, dat valt nooit zoveel op. Oh, hier zit de Poort. Waar is Haken? Ik hoop dat dat gat nog wel wordt gedicht, hoor. Is dat Haken? Nee, Chavanel. Ik kan Haken niet vinden. Laat me er eens langs. Rijdt u vooraan. Welk team is dit? Argos. Bizarre etappe. Tot nu toe. Ik heb nog niks gedaan, maar er gebeurt toch heel veel.
Ze liggen nu gewoon 20 minuten achter op het peloton. Het is echt een enorme groep. 46. Die gaan nooit meer terugkomen. Waarom rijdt Wiggins zo alleen vooraan? We gaan ook niet eens zo snel. We liggen 5 minuten nu achter op de eerste groep. Snap er helemaal niks aan vandaag. Tactiek kan de prullenbak in. Het is geen hele zware etappe. We fietsen totaal niet uit. Wiggins, waarom fiets je zo? Nou. En dat is een goed antwoord. Hij heeft natuurlijk nog niks gedaan. Wiggins. Deze tour. Behalve dan meerijden met het peloton. Wiggins gaat voor een etappe. In een van die bergetappes. Daar ga ik hem voor gebruiken, want hij doet niet echt meer mee vanwege het klassement. We moeten natuurlijk even die tijdrit afwachten. Hij gaat niet meer voor puur voor klassement. Oh ja, Bas van Hagen heeft helemaal niet de witte trui op je pik. Die heeft Oeran. Maar hij draagt hem wel, toch? Maar Romain op 46 seconden. Okay. Ik denk dat Oeran gaat morgen de witte trui verliezen. Bas van Hagen kan hem houden. Ik hoop dat hij hem houdt. Het Lumewel. Dat ken ik van gisteren. Ha, hij werd op 0 seconde tweede. Gisteren. Maar ja. Wel een paar dat ik twee keer dezelfde etappe heb gewonnen. En ook wel een beetje op vergelijkbare wijze. Dan was die met Mollema nog wel iets dramatischer. Wiggins moet zich een beetje sparen. Niet zo vooraan gaan rijden steeds. Protect me, man. Dan blijft hij wel hier. Mijn banaan op. Drie kan we zijn. Nee. Ik ga niks zitten. In de afdaling. Oké, ik ga een beetje vooraan rijden. Het gaat waarschijnlijk om twee puntjes, maar dat maakt niet uit. Drie kilometer nog. Het verschil wordt kleiner met de voorste groep. En het verschil wordt groter met die laatste groep. Ik snap er echt helemaal niks van. 25 minuten. Ik bedoel, het is niet eens een hele lange etappe. Maar nou ja, 180. Oké, zo'n lange etappe.
Maar ik denk als er een noordtijd zou zijn, dat je binnen was gekomen, zou dat hooguit een half uur of zo zijn. En ze zitten nu op 25 minuten. Dat is best wel bizar. Ik denk, nou misschien die Lumevel, die gaat misschien proberen om ook wat puntjes te krijgen. Florencio pakt 20 punten. Ja, 20. Nee, het is het is een derde, hè? Oh, dan kan ik geen punten pakken. Oh, dat was een foutje. Dat het een tweede categorie was. Het is een derde categorie. Nou, Wiggins blijft wel lekker bij me. Dat vind ik wel fijn. En hebben we nog een mannetje hier? Rogers, die protect port. Hebben de mensen eraf gereden? Nee, niet echt. Het lijkt wel of Wiggins aan een touwtje zit. Dan gaan we waar staat Carol Evans in het klassement? Volgens mij niet zo hoog. Zijn er bijna. Oh, daar is Pozenhagen. Ik zie hem voor het eerst allemaal. In het wit. Ja, hij valt niet echt op. Het is natuurlijk wel een zwart broekje. Maar tussen al die Argos-mannen valt hij niet op. Kijk, de bonnetjes-trui valt wel op, een groene. En een gele trui valt ook nog wel op. Maar een witte trui valt niet zo op. En ook bij Franse Dessus is ook wit. Carmen is... witachtig. Zijn we er al? Ik heb de top gemist. Ik zat niet op te letten. Oké, 4 kilometer. Van Garder is gevallen. Interessant. Oh, Petit zit ook in deze groep. Oh, wat jammer. Toch nog helemaal achteraan. Van Mendert. Maar het is niet Jelle van Mendert. Ik weet het allemaal niet. Lieve. Het is echt bizar. 28 minuten ondertussen. Ik denk dat het gat met de kopgroep nog wel wordt gedicht. Dus dan moet ik maar even gaan kijken wie van Sky van deze 5 het best kan sprinten. Volgens mij is dat Pozenhagen.
Die kan wel redelijk sprinten. Dus daar gaan we dan mee doen. Oeran kan niet zo goed sprinten. Wiggins denk ik ook niet. Poort? Nou ja, nee. Ik moet even wat eten. Persik. Bran is wel lekker energie aan het sparen. Want gisteren zag je rond dit punt was mijn stamina onder meer dan de helft leeg. En nu is het nog ruim meer dan de helft vol. Dus gewoon rustig doen. Wiggins doet al een hele Dauphiné rustig. Ben benieuwd. Ja, voorsprong wordt kleiner. Ik ga even kijken wie het best kan sprinten. Van mijn ploeg. Wiggins, 62. Sweet 12. 50, Rogers, maar die zit er, die zit er nog aan, hè? Ja. Rogers, misschien. Poort 61, Oeran 59, Bossenhagen, nou, absoluut Bossenhagen. Absoluut Bossenhagen. Oké. Okay. Winnen gaat hij niet. Maar kijk dit, 34 minuten. Het waren... Oké. Okay. Er was even iemand weggevallen. Ja, en de voorsprong op de voorste groep wordt steeds kleiner. Dat is goed nieuws. Dan krijgen we toch een massasprint. Een minuutje, ja, oké. Okay. En dan mogen we beginnen. Bossenhagen. Ik heb niet gekeken hoeveel de achterstand nu is van die groep, maar Froome kan een klassement wel vergeten. Rogers en Cavendish, ja, oké. Okay. Of nee, Sistov was het. Maar Sistov is meer een knechtachtig, maar die kan ook wel aardig klimmen. Een Froome kan zo aardig klimmen. Maar het lijkt gewoon of hij deze tour niet te benen heeft. Minuten. Wat? Jongens, we moeten dat gaan nog wel van dicht rijden. Ik ga... Rogers. Relay, effort. Doe je best. Rogers, waar ben je? Moet hij van ver komen? Dat is Degenkolb. Nou, misschien wordt het geen sprint. Geen echte sprint. Omdat het toch al een beetje omhoog gaat. Nee, ik denk dat dat gunstig is voor Bossenhagen. Waar is Rogers? Oké, eet alles op wat je hebt. Eigenlijk al mijn teamgenoten zijn hier, Wiggins. Daar komt Rogers, oké.
Dat is mijn hele team. Ja, er is er nog één. Poort. Waar is Poort? Ik ben hem steeds kwijt al maar. Nou, zal wel goed zijn. Naar Gilbert. Verclaire en Roland. Zien misschien ook nog hun kans. Misschien het toch wat bergop is. Maar ik denk dat het niet stijl genoeg is. Dat we gewoon een behoorlijke sprint gaan krijgen. En ja, Bas van Hagen stond natuurlijk wel bij de kanshebbers als tweede achter Cavendish. Maar wat er met Cavendish gebeurd is en die hele groep. 47 minuten. Maar we moeten wel. Het gaat dichter met die groep hoor. Desnoods doe ik het in mijn één. In mijn eentje. Het gaat niet heel snel. Als we ze 5 kilometer voor de finish nog niet hebben, dan dicht ik het gat zelf wel. Oh, we zijn aan het eten. Nou, kijk, 1 kilometer en we gingen 2 seconden af. Het schiet niet op. Rogers, ik heb gevraagd of je aan kop kon. Ik ga het nog een keer vragen. Geef alles wat je hebt. Kom dan. Ga redelijk hard. 50. Terwijl het toch een beetje omhoog gaat. Nu gaan we weer 40. Dus. Ja, 32 seconden. Kom op. Ja, ik kan ook gewoon een ontsnapping. Maar dat schiet ook niet op. Ik rij wel voorop, ja. Tegelijkertijd eet ik een persik. Ik ben toch wat onrustig. In dit tempo gaan we het gat wel dichten. Maar in dit tempo rijd ik ook bijna weg van de rest. Ik hoop dat ik nog genoeg tijd heb om een tubetje op te eten. Want die persik gaat wel erg langzaam. Moet lukken. Het blijft 22 seconden. Ik word hier echt gek van. Laatste 5 kilometer. Daar zijn ze. Kom op. Wiggins rijdt dicht. Wat nou als hij attack gaat doen? Nu wordt het peloton dan wakker. En desnoods vindt hij de etappe. Ik vind het ook niet erg. Kijk, nu volgt Gilbert. Wow. Die gaat er behoorlijk overheen. Kom op. Waarom gaat er niemand overheen? Wat is dit? Nu gaat er wat gebeuren. 3,5 kilometer.
Oké, tubetje. Moet snel gaan. Oké, Gilbert is terug. Maar het tempo is er nu helemaal uit. Ja, ik ga niet meer vooraan. He, eindelijk komt Rogers. Jongen. Rogers, attack. Kom op. Ik vind het... Hoe hebben we dit niet dicht kunnen rijden? Ik vind dit echt schandalig. De rest doet gewoon geen ene... Nee, de moer. Red Wiggins nog vooruit? Nee, die is terug. Oké. Nou, dan gaan we maar voor een top 10 finish. Oké, waar rijdt Cavendish? Cavendish. 50 minuten al. Wat pijnlijk. Wordt hij gediskwalificeerd? Ik bedoel, in het echt zou het wel zo zijn. Oké, we gaan versnellen. Gaan voor een top 10 finish. Sprinttrein. Kom op. Volg de sprinttrein. Gilbert is te snel. Tiende. Ah, Verclair. Hoe is Verclair nou weer zo snel? Tiende. Oké. Ja, Gilbert is toch een klasse apart. Maar ik vind het heel raar dat we dat gat niet hebben kunnen dichten. Een halve minuut. Ja, en Kevin is juist de grote favoriet van deze etappe. Nou, waar is die geëindigd? Nog steeds niet binnen. Daar komen ze. Ook één voor één. Oh, wat erg. Het zou wel leuk zijn als ze allemaal gedisqualificeerd zouden worden. Ik denk dat dat niet in het spel zit. Oké, wat is er gebeurd? We hebben tijd verloren. Niet veel. Ik hoop dat Poort hier nog aan zat. Rogers? Nee. Poort, oké. Zat er nog aan. Wel helemaal achterin. Maar het is niet zo erg als... ik ben allerlaatst geëindigd. Pijnlijk. Op een uur. Op een uur. Oké, Richie Poort nog steeds aan de leiding. Er is niks veranderd. Behalve dan dat aanstaand klassement nog. Wat? Staan het klassement nog 142ste. Vroom, ja, 133ste. Rogers, 87ste. Oké, Mountain. Nou, Wiggins heeft 1 plaats gewonnen. En Chalingi is voor Uran gekomen, volgens mij was dat al zo. Mountain, we staan eerst en niemand is dichterbij gekomen. Sprint, ja, daar heb ik de hoop maar een beetje bij opgegeven. Die gaat Gilbert wel winnen.
Hagen, nou toch 28 punten. Young Rider. Ja, geen veranderingen. Het gaat echt maar tussen drie man bij de Young Riders. En qua team hebben we het vandaag niet zo goed gedaan als gisteren. En nog wat laatste. Dan nou, nee, kijk. 25 seconden, we hebben nog wel een ruime oorsprong. Oké, bedankt voor het kijken voor deze aparte etappe. De volgende etappe gaat een tijdrit worden, een hele lange tijdrit. Zal ook wel een uur of zoiets duren. Dus bedankt voor het kijken en tot dan.